De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven heeft de beveiligingsorganisatie JMB Groep uit Almere uitgeroepen tot het beveiligingsbedrijf van het jaar. Ja, dit bedrijf was al 2 keer eerder genomineerd. Maar het is eindelijk gelukt om de titel in de wacht te slepen. In de uitzending Johan Baljet van JMB Groep. Goedemiddag. Goedemiddag. Van harte gefeliciteerd. Ja, heel veel dank. Ja. We zijn enorm vereerd met deze prijs die we in de wacht hebben gesleept. Ja, dat kan eerder 2 keer genomineerd. Ja, precies. Ja. Wat betekent dit voor jullie? Ja, een erkenning voor alle medewerkers en een kroon op hun werk. Hè. Het is niet zo dat ik hem verdien. Het is echt het bredere, de hele organisatie deze prijs verdient. Ze kijken ook naar een heel breed scala waar je aan moet voldoen. En het is echt een kroon nogmaals op het werk voor alle medewerkers. Ja. Wat is dat voor prijs? Ja, het is een prijs die ontstaat. Het zijn zeg maar een branchevereniging voor de beveiliging die bestaat uit 600 bedrijven. Nou, dan heb je een techniekkant en je hebt de bedrijven zoals wij, de beveiligingsbedrijven. En daar wordt dan een nominatie uitgehaald en dan moet je aan een aantal criteria voldoen. Dat wordt ook elk jaar geauditeerd. En dan kijken ze als de bedrijfsvoering op orde is, hoe de uitstraling is naar buiten, zijn de afdrachten die je allemaal moet doen voor je personeel, is dat allemaal in orde? Dus het is een heel breed scala aan eisen waar je aan moet voldoen. En dan kom je, als het goed is, dat hebben wij dus gehad, bovendrijven en dan kan je de prijs winnen. Ja, eventjes voor mij Johan, wat doet een beveiligingsbedrijf? Wat beveiligen jullie? Nou, bij ons specialisme zit meer in het overheden en instellingen gebeuren. Dat betekent dat wij objecten beveiligen, zoals een stadhuis of een UWV. Maar wij doen ook veel voor evenementen. En wij hebben een specialisme in persoonsbeveiligingen. Dus ambtsdragers, raadsleden, mensen in de politieke sector. Maar ook bekende Nederlanders, die beveiligen wij ook. Dus dat zijn zeg maar onze 3 grootste partijen waar wij voor beveiligings uitvoeren. Ja, dat is heel breed eigenlijk, hè? Ja. Ja, in principe ja, is een heel breed scala. Waar blinken jullie in uit volgens de jury? Waar wij het meeste in uitblinken, dat wij altijd vernieuwend zijn. Dus wij denken altijd vooruit voor zaken die gaan komen. Maar ook in het personeelsbestand. Wij kijken altijd verder. Hè, hoe kunnen wij in onze specifieke rapportages die je moet afleggen als er een incident is geweest. Hoe kan je die nog beter maken? Hoe kan je daar ook daar een lerende factor in maken? Dat is wel een van de grote casussen waar wij altijd in uitblinken. Wat wij van hun meekrijgen. Jullie hebben ongeveer 50 mensen in dienst. Nou zitten we een beetje in zo'n rare tijd, de coronatijd. Konden jullie die mensen nog aan het werk houden deze tijd? Nou, gelukkig, wij zijn een gezond bedrijf. En wij hebben zonder de noodmaatregelen die allemaal voorhanden waren vanuit de overheid, hebben wij geen aanspraak voor hoeven maken. Wat we wel direct hebben gedaan is op een gegeven moment, wij hebben in deze branche ook hebben wij met ZZP'ers te maken. En dat was wel een van de kwetsbaarste groep die het minste werk zou gaan krijgen. Dus wij hebben wel direct gekeken in de organisatie van oké, hoe kunnen we ook deze mensen direct aan het werk houden, want ja, wij zijn een sociaal bedrijf en ook deze mensen moeten wij, en vinden wij een verplichting vanuit het bedrijf, aan het werk houden. En toen hebben we gekeken en gelukkig ook opdrachten gekregen met onze opdrachtgevers om te kijken waar zijn mogelijkheden, ook in de coronatijd, om die mensen in te gaan zitten. En die kwamen er gelukkig. En waar werden ze ingezet uiteindelijk? Nou, je hebt bijvoorbeeld de RIVM-maatregelen die in winkelcentrums gehandhaafd moeten worden. Je kan, wij doen het hier bijvoorbeeld in Almere in het Stadshart. Hebben wij de opdracht gekregen van de winkeliersvereniging. En wij houden daar een zicht op dat mensen goed afstand houden. Maar ook op de recyclingperrons in Almere hebben wij beveiligers nu staan die ook daar de maatregelen in goede banen leiden. Ja. Johan, in 2012, 8 jaar geleden, ben je samen met een compagnon gestart. Dit bedrijf, we zijn nu 8 jaar verder. Wat is nou het grote verschil tussen 8 jaar geleden en nu? Nou, wat je ziet is dat je, dat is dan iets meer gekomen van de afgelopen jaren, dat het voor mensen heel makkelijk is om een dreiging te uiten. Wij zien daar ook een enorme groei in naar personen die echt beveiligd moeten worden. Omdat er vanuit het social media gebeuren de afgelopen jaren heel makkelijk anoniem iemand te bedreigen is. Dus het is heel makkelijk om maar wat te roepen. Maar het grote impact geeft voor diegene waar het om gaat. En dat zien wij echt als verandering vanuit de afgelopen jaren. Dat daar een enorme groei is gekomen qua dreigingen naar personen zelf.
En als er een dreiging is, zorgen jullie dan ervoor dat die persoon meteen beveiligd wordt? Of wachten jullie daarmee? Op welke manier gaan jullie daarmee om? Nee, wij hebben wel een afdeling die houdt dat soort dreigingen in de gaten. En dan baseren wij eventjes op wat voor opdrachtgever in dat geval waar de dreiging om gaat en waar diegene werkzaam is. Wij doen het wel altijd in overleg met de opdrachtgever. Maar in principe komt de constatering bij ons vandaan. Dus wij zien een dreiging of horen een dreiging. Die zetten wij aan of uit bij de organisatie voor wie wij werken. En aan de hand daarvan geven wij een advies wat de maatregelen zouden kunnen zijn. Johan Baljet van JMB Groep uit Almere. Het is het beveiligingsbedrijf van het jaar. Dankjewel.